Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 10 december 2022. Dit is de bulletin van zaterdag. Mocht je suggesties hebben voor de Daily Minutes voor een onderwerp, dan kun je dat gerust mailen aan het bekende, ja, het alombekende korte mailadres x@xdv.me. Suggesties zijn welkom, hoewel ik nog wel enige inspiratie heb. Geen gebrek daaraan, maar het is leuk om ook wat verzoekjes in te willigen wat dat betreft. Hopelijk zonder kat erbij geluiden. Dit is de Daily Minutes, opgenomen op 8 december, rond 5:30. Dat is zo'n beetje de ideale tijd daarvoor. Dat deed ik ook altijd bij de Daily Minutes op de repeater nog. Ja, ik probeer me van tevoren te bedenken waar ik het over wil hebben. Vandaag het onderwerp repeaters, waar ik door de jaren heen veel mee heb gedaan. In de eerste jaren dat ik amateur was, was ik vooral gefascineerd, dat ben ik nog steeds wel, gefascineerd door dingen die altijd aanstaan. Ja, repeaters zijn natuurlijk apparaten bij uitstek die altijd aanstaan. Ik ontdekte vrij snel dat er een belangrijk verschil is tussen een zendontvanger, zoals je die gewoon koopt, en een repeater. Een zendontvanger is echt gemaakt voor een duty cycle van 1 op de 5, sommige minder. Maar in ieder geval, je moet niet permanent de spreeksleutel indrukken. Doe je dat te lang, dan raakt het apparaat oververhit. En zeker als je dat vaak doet, dan heeft dat uiteindelijk consequenties. En bij sommige apparaten gaat zo hard de temperatuur omhoog, dat je toch al snel in de problemen raakt. Ik vond dat fascinerend. En ik heb door de jaren heen, in de eerste jaren ook geëxperimenteerd met dingen die altijd aanstonden. Ik dimensioneerde dingen die ik zelf bouwde altijd al over. Later toen ik in het werk als ontwikkelaar, dan moet je dus op de kosten letten. Ieder onderdeeltje is er eentje. Ja, ik ben vanmiddag in slaap gevallen. Op het moment eigenlijk dat alle werk gedaan was. Het is wat minder druk. En ja, ik had 2 uur vrij. En die zijn dus helemaal opgegaan aan slapen. En ik ben nog niet zo lang wakker. En ik ben dus ook nog niet super helder. En mijn stem is niet helemaal op orde. Maar ik vind het toch belangrijk genoeg om iedere dag wat in te spreken. Dus van ja. Dus als het niet helemaal fantastisch loopt, dan is dat in ieder geval de oorzaak. Ja, ik ben dus allerlei schakelingen gaan maken. Om te beginnen dimensioneerde ik sowieso de zaak al over. Dus allerlei apparaten die ik maakte waren in feite al geschikt om altijd aan te staan. Hè? Kijk, bij ontvangers is dat nooit een groot probleem. Ja, on top of all heb ik ook nog een allergieaanval. Dus ik, ik ben af en toe met een zakdoek in de weer. Maar als je de zaken ruim berekent, dan is dat. Ja, apparaten heb ik niet altijd op batterijen gemaakt. Dus ik hoefde daar ook niet echt rekening mee te houden. Met bijvoorbeeld laag stroomverbruik en dat soort dingen. En licht gewicht. Dus de apparatuur die ik maakte was de facto altijd al geschikt om altijd aan te staan. En op een gegeven moment ben ik in de jaren 70 eigenlijk van start gegaan als amateur. In 75 ging mijn vergunning in, maar ik had toen geen geld om een zendontvanger te kopen. En die heb ik pas gekocht bijna een jaar later, rond de kerst van 75. En sindsdien ben ik actief. Ik had toen een heel klein apparaat, een TR-2200. Tegenwoordig zijn die apparaten een stuk kleiner. En dit is toch wel een hele koelkastmodel. En zeker voor een 1 watt cent ontvanger met slechts 12 kanalen. Is naar huidige maatstaf een heel groot apparaat. Maar voor toen was het heel klein. En ik ben een jaar of twee jaar later ben ik geslaagd voor A. Ik dacht een jaar later. En toen ben ik in eerste instantie met wat zelfbouwspullen actief geweest. En met AM op 10 meter. Met een omgebouwd 11 meter bakje. En gaandeweg ben ik op HF gaan experimenteren. En daar ben ik mee doorgegaan tot begin jaren 80. En toen dacht ik van ja, het is allemaal wel leuk, maar het heeft niet zoveel met techniek te maken. Al die certificaten jagen en gezellige praatjes op de korte golf maken van een paar uur lang.
En toen ben ik weer teruggegaan naar het zelfbouwen. Nou, een van de eerste dingen die ik maakte was een amateur tv-zender. Die wilde ik graag. Ik vond het ook fascinerend. Ik heb aan de hand van een bestaand ontwerp eigenlijk een nieuw ontwerp gemaakt. En dat is wat ik gebouwd heb. Wat ik ervan overgenomen heb is met name de frequentieopwekking. Dat was heel slim met een kristal waarvan je de harmonische gebruikte om naar 70 centimeter te mengen. Om zo te voorkomen dat er moiré-patronen ontstonden in het beeld. Door interferentie met middenfrequent en dat soort dingen. In die tijd was ik ook aan het telex geslagen. Dat was eigenlijk al voor die ATV-zender. En toen die ATV-zender klaar was, grotendeels, toen ben ik begonnen. Toen was eigenlijk de omgebouwde marktbakjes waren erg in opkomst voor 10 meter. De vergunningen waren van 22 naar 40 kanalen gegaan. En daardoor waren die 22 kanalen bakjes, die bovendien minder zendvermogen hadden, die waren ineens onverkoopbaar. En je kon dus de meest leuke nieuwe bakjes kopen, die daarvoor nog een paar honderd euro kostten voor bedragen van enkele tientjes. En heel aantrekkelijk was het dan om zo'n mooi apparaat om te bouwen naar 10 meter. Ik zag dat en ik wilde graag een repeater op 10 meter. Vond ik interessant. Ik had rond 1979, 80 al via Amerikaanse repeaters gewerkt. En ik dacht van, nou ja, dat moet hier ook gewoon komen. En ik heb dus een repeater gebouwd en vervolgens daar vergunning voor aangevraagd. En die kreeg ik niet. En daar is uiteindelijk het huidige baken uit voortgekomen. Ik dacht, ik moet toch wat. En uiteindelijk bleek ik voor een baken wel vergunning te kunnen krijgen. Als uitzondering in de tijd. Maar een repeater, daar wilden ze niet aan op 10 meter. Toen nog. Dus die repeater die heeft een tijd gedraaid, zoals dat heet, als bemande repeater. Hier in de buurt echt wel 2 jaar of zo. Niet met super antennes, maar er was genoeg activiteit om daar toch gematig overheen te werken. Ik denk dat een bijzonder rotjepiep met een deurbel, een gong, een drietonige gong. Een SAB0600 volgens mij, een chipje van Siemens, wat speciaal voor deurbellen gemaakt was. Mijn moeder heeft dat, totdat ze overleed in haar huis, zo'nzelfde deurbel gehad, ook door mij gemaakt. In een luidsprekerboxje van een oude pick-up die van mijn zus was geweest. Geweldig. In ieder geval, dat was dus de apparatuur die altijd aanstond. En zo kwam ik dus op repeaters. En die 10 meter repeater, dat was zo dat. Je hebt voor 10 meter ofwel een duplexer nodig of 2 locaties. Maar ik had een manier om heel goed die antennes te kunnen scheiden. Ik kon de ene antenne aan de andere kant van een blok beton zetten dan de andere. En dat werkte toch heel behoorlijk. Dus ik had daardoor geen terugwerking. En bovendien had ik een ontvanger die had ik zeer robuust gemaakt. En er zijn er ruisvrij en allemaal van dat soort dingen. Voor repeaters zijn er een aantal speciale dingen nodig die toch anders zijn dan bij als je gewoon een FM-zendontvanger maakt. Om te beginnen, zoals ik al zei, zo'n ding dat moet 24 uur per dag kunnen aanstaan. Hij staat niet 24 uur per dag te zenden doorgaans, maar het moet wel kunnen. Stel dat er een noodsituatie is, dan moet het niet zo zijn dat dat ding door overmatige warmteontwikkeling af en toe uitvalt. Dat kan zelfs in een uiterst geval mensenlevens kosten, dus dat moet je niet doen. Dus dat ding dat moet gewoon zo gedimensioneerd zijn dat hij altijd kan zenden. En dat hij aan kan blijven zenden. Ik heb mijn eigen huidige repeater wel eens getest. 70 centimeter wist ik wel dat dat kon. Die heb ik al langer op die manier gebruikt. Maar van 2 meter wist ik het op een gegeven moment nog niet. En ik heb toch een aantal keren vooral, als het dan heel warm is, tijdens een hittegolf van boven de 30 graden, gewoon het ding een paar dagen aangezet. De zender een paar dagen aan en kijken of de temperatuur niet heel erg oploopt. En de huidige repeater die kan daar gewoon tegen. Die kan ook weken aanstaan op zenden. En dan geeft hij geen krimpen. Andere dingen die bijzonder zijn, dat is iets waar heel veel mensen niet mee in aanraking komen. Omdat simpelweg, die repeaters die zijn er en zoveel zijn het er niet. En niet iedereen doet wat met repeaters, maar dat zijn duplexers. Duplexers, dat zijn hele scherpe filters. En ja, een filter maken op 2 meter bijvoorbeeld, dat heel scherp is, dat is nogal een kunst. En die filters die zijn niet alleen heel scherp, maar die filteren ook nog heel diep. Voor een repeater van een watt of 10 heb je toch al ruim 80 dB, 81, 82 dB nodig aan scheiding tussen de verschillende poorten om het ding te laten werken. Hè? En bij minder scheiding komt er te veel van het zendvermogen in de ontvanger terecht.
En dan, dan drukt dat de ontvanger dicht. En je hebt ook andere problemen. De zender die kan veel ruis geven, waardoor dat hij de ontvanger dichtblaast. En zo zijn er een aantal aspecten die gewoon allemaal in orde moeten zijn, wil die repeater kunnen werken. Zo'n filter, dat kun je op verschillende manieren oplossen. Als je een hele brede shift hebt, zoals bijvoorbeeld 7,6 op 70 centimeter of nog meer, dat komt ook al voor bij professioneel gebruik, dan kun je eigenlijk met relatief eenvoudige filters werken. Wat ze dan vaak doen, dat is dat ze voor de... je komt bij de antenne binnen natuurlijk, hè? En dan zijn er gewoon twee... het signaal wordt gesplitst en het gaat twee kanten uit. De ene kant, dat is een filter voor de ontvangstfrequentie. En de andere kant is een filter voor de zendfrequentie. En dat kan op zich kan dat prima werken. Zeker bij die grote shift werkt dat gewoon goed. Dergelijke filters hebben wel een probleem als je de in- en uitgang dichter naar elkaar toe brengt in frequentie. Bijvoorbeeld op 70 centimeter werken ze met 1,6 shift. Dat is al behoorlijk dicht bij elkaar. En vergelijkbaar daarmee is 600 kHz op 2 meter. Want 3 keer 600 kHz is 1800. Dat zit dicht in de buurt van de 1,6. Als je dus 3 keer zo hoog gaat in frequentie, dan is een shift... De shift is altijd procentueel. Hè? Maar dan zitten ze dat vergelijkbaar dicht bij elkaar, 1,6 en 600 kHz. Dat zijn filters die ongeveer hetzelfde moeten zijn. Dus op 70 is het wel weer wat lastiger om te filteren. Dus ja, er zijn toch wel wat verschillen, maar dat komt bij elkaar in de buurt. Het vervelende is, als je voor een dergelijke shift zo'n filter gebruikt, zoals ik net omschreef, met twee van die filters, dan wordt de doorlaatdemping die wordt te groot. Als je dan een echt goed filter wil maken, dan raak je zomaar de helft van je zendvermogen kwijt, alleen in het filter. En dat wil je eigenlijk niet, want dat is bij zender nog wel op te lossen door wat meer zendvermogen te gebruiken. Maar ook je filter wordt warm natuurlijk. Maar aan de ontvangstkant is alles wat je kwijt bent, dan ben je kwijt en krijg je niet meer terug. Dus moet je daar iets anders voor bedenken. Nou, dat doen ze door een truc toe te passen. Heel gemakkelijk gezegd zetten ze een spoel over de ene helft van de filters en een condensator over de andere helft. En daardoor ontstaat er een soort van notch filter met een hele hoge onderdrukking op één frequentie. En op die manier kun je dus de ontvangkant de zendfrequentie heel scherp laten onderdrukken en de zendkant andersom. En ja, tegelijkertijd met die notch heeft het een low-pass of een high-pass werking. Met ook wel best wel een scherpe kant, maar dat wordt meestal niet gebruikt. Wat je ziet, als je locaties hebt met heel veel zenders, dan is het nog wel zo dat ze soms dat verlies nemen en dan een filter nemen wat echt filtert. Want dat geeft natuurlijk wel meer bescherming tegen allerlei frequenties die buiten de amateurband zitten. Maar als je op een locatie zit waar niet heel veel spullen staan, ja, dan zul je over het algemeen voor zo'n notch filter kiezen. Die zijn beduidend beter. Dan haal je op 2 meter haal je 0,2 dB demping. In plaats van 3 dB. Zoals met zo'n ding op 70 centimeter. Met filters mee en een kleine shift. Hè? Die dus echt gewoon als doorlaatfilter werken. Dus dat is dan een truc die je toepast. Op 10 meter lijkt het. Als je dat terugdeelt, dan is dat. Qua percentage 10 meter is een vijfde van 144 megahertz, dus dan zou je die 600 door 3 kunnen delen en dan kom je op 120 kHz en de gebruikte shift op 10 meter is nog smaller, dat is dus 100 kHz en het zou 2 meter dan weer maal 5 neerkomen op een shift op 2 meter van 500 kHz. Maar hier speelt ook een rol dat de zwaai inmiddels ook vermenigvuldigd wordt. De zwaai is 10 kHz op 10 meter. En op 2 meter, of tenminste de bandbreedte van een kanaal is 10 kHz. En als je dat bij 2 meter is een kanaal 12,5 kHz. Dus je ziet al dat het iets smaller is. Maar procentueel is de bandbreedte van een signaal op 10 meter een veel groter percentage van 10 meter dan het op 2 meter is. En om die reden, die 100 kHz, die komt al overeen met 500 kHz op 2 meter. De 100 kHz op 10 meter shift met 500 kHz, wat dus al smaller is dan de 600 die gebruikelijk is. Maar ook die extra bandbreedte, die speelt je nog apart. Dus er gaat nog even van die 100 kHz, gaat er ook nog weer 2 keer 5 kHz vanaf. Dus dat is 10 kHz. Dus zit je op 90 kHz bandbreedte. En als je dat weer naar 2 meter rekent, dan zit je op 400 nog wat kHz. Dat is behoorlijk smal.
Dat soort filters zijn wel te maken op 10 meter. Echter, een filter op 2 meter is al, dat zijn al potten van 60 centimeter vaak. Waar je er dan 6 of 8 voor nodig hebt. Maar voor 10 meter worden ze dan 5 keer 6. Hè? Dus dat zijn potten van 3 meter hoog. En als je niet oppast, dan heb je al zo een halve garage alleen aan je filter nodig voor 10 meter. Dus wat je op 10 meter vaak ziet, is dat ze gewoonlijk kiezen voor een oplossing waarbij de zender op de ene locatie staat en de ontvanger op de ander. En die zijn dan ofwel via internet verbonden of via de ether. Via de ether is natuurlijk mooier en eigenlijk zoals het hoort, maar je ziet dat ook wel anders. In het noorden van het land, volgens mij gebruiken ze tegenwoordig iets anders. Maar in het verleden hadden ze een constructie met twee FT-8900's. Die FT-8900's, dat zijn de zogenaamde quadbenders van Jesu. En die werken op 10 meter, FM, al in FM, 10 meter... 6 meter, 2 meter en 70 centimeter. En wat ze daar dus deden, dat was dat ze twee van die transceivers hadden. En die hadden ze alle twee als crossband repeater geschakeld. Dus de locatie waar de ingang was, daar werd het signaal op 10 meter ontvangen. En dat werd dan doorgezet naar 70 centimeter. En een kilometer of 6 verderop, er stond zijn tweede FT-8900. Die ontving dat signaal dan weer op 70 centimeter. En zond het vervolgens op 10 meter uit. En dat is een constructie die je vaak tegenkomt. In Frankrijk had je een variant daarop. Er was een twee bestaande 70 centimeter repeaters. Waarbij die niet zo ver bij elkaar vandaan stonden. Waarbij de ontvanger bij de 71 centimeter repeater kwam en de zender bij de ander. En bovendien was alles wat op 10 meter gebeurde gelijkgeschakeld met wat er op 70 centimeter gebeurde. Ja, iets anders waar veel mensen ook niet bij stilstaan als je aan repeaters denkt, dat is dat je een controller nodig hebt. En de repeatercontroller, dat is in zijn eenvoudigste vorm op zijn minst een coilgever. En iets wat ervoor zorgt dat als iemand de microfoon indrukt, dat op dezelfde plek die zender ook aangaat. Hè? Dus zodra de squelch open gaat, moet de zender ingeschakeld worden. Nou, de huidige repeaters zijn veel luxer. De controllers die voorzagen vaak al in dingen als CTCSS en bepaalde DTMF-functionaliteit. Behalve de coilgever zit er ook nog een rotje piep in op een bepaalde manier. En die kunnen dan ook nog weer op verschillende manieren uitwerken. Inmiddels waren er een aantal ontwerpen die vaak tientallen jaren gebruikt bleven worden en populair bleven. Het was namelijk zo dat repeaterbeheerders hadden in de tijd de neiging om vooral controllers te kopen die in het verleden had bewezen dat ze bestand bleken tegen blikseminslagen, kleine blikseminslagen en statische ontlading. Je wilt niet als je repeater op een afgelegen plek staat om de havenklap terug moeten om het ding te repareren. Dus de hardware die had aangetoond dat het bleef werken, dat was eigenlijk wat veel verkocht werd. Dat is nu allemaal op zijn kop gezet, want sinds een aantal jaar heb je de Raspberry Pi. En die is qua kosten niet heel erg verschillend van de prijs van zo'n controller. Alleen kun je met een Raspberry verschrikkelijk veel meer. En er zijn ook allerlei geavanceerde softwarepakketten voor gekomen. Zoals voor Echolink en Allstar Link. En die dan gecombineerd waren met een repeater controller. Dus die controller printjes van vroeger, ik heb er hier nog een paar. Die zijn eigenlijk achterhaald doordat de Raspberry dat veel beter kan. En die Raspberry die is opmerkelijk robuust. Ik weet niet hoe dat bij blikseminslag is. Daar heb ik eigenlijk geen ervaring mee, gelukkig. En ik heb daar ook geen cijfers van anderen van gehoord. Maar bij mij is wel gebleken dat die Raspberry's eigenlijk onder alle omstandigheden overeind blijven. Hè? En ook als je ze, dat zijn dan bij uiterlijk dingen die 24 uur per dag aan kunnen staan. Je moet ze niet overklokken dan, als je dat doet. Maar die dingen die staan 24 uur per dag aan. En ik heb er hier in elk geval twee die al 8 of 9 jaar aan staan. Zolang als de Raspberry er is, die in de eerste maanden gekocht, die staan 24 uur per dag aan. Onder andere voor mijn chat. En ik heb nog een internetradiostation. En die van het internetradiostation staat misschien wat korter aan. Ik heb er nog eentje die ik heb meerdere die het altijd aanstaan. Ja, en de oudste van de repeater die staat ook al 6 jaar aan. Dus in de repeater zit het echt behoorlijk veel Raspberry's. Die niet op één plek staan, want ik heb er in elke ontvanger eentje zitten. De reden is dat je op die manier kunt vermijden dat je coax hebt. Hè?
Die ontvangers die werken via IP. Je kan de ontvanger ook heel gewoon op een ander, ook als je hem in Australië neerzet, als er maar internet is. Zodra je die ontvanger daar in Australië op internet koppelt, dan werk je gewoon als ingang daar en is gewoon gekoppeld met de repeater hier. Hè. Dat is echt, daar hoef je helemaal niet bij stil te staan. En zo kan ik die ontvangers hier ook in de regio zetten. En dan heb ik op allerlei plekken heb ik ontvangers voor mijn repeater. Hè. Dat is heel handig. Die software ondersteunt dat ook. Maar vandaar dat ik meerdere Raspberry's nodig heb. En ik heb natuurlijk Raspberry's nodig voor. Er zit een SSTV repeater in. Er zit een 2 meter in. 70 centimeter heeft een eigen Raspberry. Dus ja. Voor een deel zijn het krijgertjes. Mensen die dat sponsoren. Ofwel door mij een nieuwe cadeau te doen. Het is een aantal keren gebeurd. Maar het is ook al gebeurd dat ik oude afdankertjes kreeg. Die nauwelijks gebruikt waren. Want je wil eigenlijk niet een apparaat dat heel veel gebruikt is, omdat je toch ook met de betrouwbaarheid van die repeater zit. Dan zit ik er wel niet ver vandaan, maar je wilt dan niet dat dat ding uitvalt. Hè? Het is ook altijd op ongelegen moment dat dat gebeurt. Je hebt nooit tijd daarvoor. En gepland, geknutseld eraan, ja, dat is een stuk beter. Ja, behalve dit soort repeaters, in de repeater die ik heb zit dan ook een SSTV-repeater die je door een toontje kunt omschakelen. Als je een toontje geeft, dan schakelt hij om van FM naar SSTV. En zo zitten er meer dingen in. Nee, poes, niet doen. Ik ben druk. Jongen, word ik weer door mijn kat onderbroken. Die wil voorrang. En ik zit net zo lekker te babbelen. Ik heb bijna door mijn verhaal heen. Er waren nog een paar dingen die ik... Ja, bij een repeater moet je, en ook bij een baken bijvoorbeeld, moet je voedingen en eindtrappen en met name die dingen die veel stroom gebruiken, die moet je altijd fors overdimensioneren. Omdat anders toch de slijtage toeslaat. Hè? Of je moet weer heel uitgebreide koelsystemen gaan gebruiken. Waterkoeling zie je niet zo heel vaak. Ik heb dat wel gezien bij repeaters, met name in de tijd dat bepaalde transponders op hele hoge frequenties stonden, dan was het eigenlijk niet anders dan met buizen op te lossen. En hoogspanning en water is niet zo'n gelukkige combinatie, maar er werd dan wel vaak toch gekozen voor een oplossing met waterkoeling. Ik ben zelf meer van de geforceerde lucht. Ik hoor nu nog allerlei geklier van die kat op de achtergrond. Maar dat is echt verschrikkelijk, dat beest. Die kan het gewoon niet hebben als ik weet niet of het te horen is, maar die kan gewoon niet hebben dat ik geconcentreerd met iets bezig ben. Dan begint ze meteen te klooien. En tot nog toe is ze stil geweest. Zeg, hou eens even op. Kom. Nee, niet doen. Ze ziet de microfoon en nu snapt ze ook wel dat ze... Op een of andere manier snapt ze dat ze dan geen herrie moet maken. Ja, wel naar mij toe. Maar niet zo dat het in de microfoon hoorbaar is. Ja, dat was het onderwerp repeaters. Kijk, repeaters, daar kun je verschillende filosofieën over hebben. Je kunt een repeater op een hele hoge plek zetten en een hele hoge betrouwbaarheid geven. Dat is heel mooi, dat is ook heel knap. Je kunt de repeater ook gebruiken om nieuwe dingen uit te proberen. Dat is wat ik vooral doe. Mijn repeater staat bij mij thuis, heeft een bereik van 10, 15 kilometer ongeveer, 20 misschien. Maar dat is ook goed. Ik kan zo het ding de kast opentrekken, ad hoc, en ik kan zo wat veranderen. En ik vind dat wel belangrijk dat soort repeaters er zijn. Nou, begint die kat weer. Moment hoor. Nee, niet doen, Martine, kom. Nou, ik moest wel even tot de orde geroepen. Dat knip ik er maar uit. Het is niet te geloven. Als dat beest dat idee heeft, dan is er ook niet van af te brengen. Ja, uiteindelijk sluit ik er in de keuken op als het zo bezig blijft. Ik weet niet zeker of ik dat van de week ook verteld heb, maar in ieder geval in het verleden sloot ik, toen ik al drie katten had, dan sloot ik gewoon met z'n drie in de keuken op. Hè? Ja, dat heb ik verteld. Maar ik vind dat een beetje zielig voor haar. Het is ook een oude kat. Dus ik ben er wel een beetje voorzichtig mee. Maar dit is toch heel vervelend. Het is altijd als ik net voor een deadline zit, of ik ben met werk bezig, of ik zit in een telefoongesprek waar ik niet meer weg kan. Het zijn altijd die momenten die ze uitzoekt. En als ik me echt boos maak, dan ben ik mijn inspiratie kwijt. Hè? Dan moet ik een paar uur gaan zitten voordat ik weer inspiratie heb om dingen te schrijven of in te spreken of zo. Echt heel vervelend. Dus dat valt niet af te leren, want het beest heeft het vanaf het begin gedaan. En vroeger was het ook nog zo dat ze spullen sloopte. Dat is al lang niet meer gebeurd. Maar dat zei ik van de week ook. Maar het is toch op zich heeft het ook positieve kanten. Want het betekent dat ze zich vrij lekker voelt en dat het met de gezondheid goed gaat. Dus erg ontevreden ben ik er ook weer niet over. Ja, ik denk dat ik alles van de repeaters heb.
je kunt nog allerlei onverwachte problemen met repeaters hebben die je anders niet hebt. Bijvoorbeeld als je een 2 meter repeater hebt met zo'n hele smalle shift, dan kan het zo zijn dat als je in de dakgoot een los contact hebt, dan kan daar door oxidatie een soort van halfgeleidende oxide materiaal ontstaan. Een laagje, dat hoeft mij ook klein te zijn. Zo'n halfgeleider is dan niet meer lineair en dat geeft vervorming. En dan kun je dus hebben dat het signaal van de repeater door die vervorming een beetje uitwaaiert in frequentie. En die uitwaaiering die kan dan op de ingang terechtkomen en dan gaat je repeater rondzingen. Of je squelch gaat erop open. Dus dan is het zo dat zodra de zender inkomt, blijft de squelch openstaan. Waardoor je squelch verder dicht moet zetten. Of eigenlijk allemaal ongewenste effecten. En het vervelende is, zo'n dakgoot hoeft ook niet precies bij jou te staan. Het kan niet heel ver weg, maar het kan ook bij de naaste buur zijn. En die wil misschien helemaal niet dat je met de dakgoot gaat lopen klooien. Dus dan blijf je met die storing zitten. Dat is een hele hardnekkige. Is ook iets waar veel mensen niet aan denken. Behoorlijk moeilijk op te lossen. Ja, verder bij repeaters speelt ook wel een grote rol dat bijvoorbeeld je connectoren goed vastzitten. Want iets waar je bij gewoon in de auto eigenlijk helemaal geen last van hebt. Als je een heel klein beetje een loszittend of ja, niet eens echt los contact, maar iets wat ja, niet helemaal goed contact maakt. Met iets van een overgangsweerstand wat af en toe meer en minder signaal doorlaat. En dan is het maar een heel klein beetje. Ja, bij een zendontvanger in de auto merk je dat absoluut niet. Maar bij een repeater is dat meteen een probleem. Dan heb je meteen storingen. Die van de uitgang naar de ingang gaat. Ja, dat zijn zo van die dingen. Nou, tot zover. Ik zie dat ik al behoorlijk lang aan het praten ben. Maar er zit ook heel wat gemopper op de kat in. Ik zei het ook al aan het begin. Maar als je suggesties hebt voor een onderwerp, mail dan gerust naar x@xdv.me. x@xdv.me, het bekende korte mailadres. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search @PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de Joker van België.